Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Ruben van Vreeland. Ruben, je bent van Bitsensor. En jij hebt het aan jou de uitdaging om ons duidelijk te maken het komend half uur wat jullie doen. Nou, dat klinkt fantastisch. Vertel. Wat wij doen, het kost bedrijven nu 9 maanden voordat ze erachter komen dat ze gehackt zijn. Nou, dan ligt die data vaak al op straat en wij brengen dat terug naar 50 milliseconden. Heel simpel gezegd bouwen we eigenlijk een radarsysteem voor wat hackers spot op het, als de hacker nog die eerste stappen zet, dat ze die applicaties aan gaan vallen. Nou, dat klinkt heel mooi, maar waar baseer jij dat op dat het normaal dat het 9 maanden duurt voordat een bedrijf gehackt is? En waarom duurt dat zo lang? Ja, dus Verizon heeft onderzoek gedaan, een telecomprovider, hoe lang het een organisatie duurt om erachter te komen dat ze gehackt zijn. Gigantisch veel data verzameld en het blijkt dat het dus gemiddeld voor een organisatie 8 tot 9 maanden duurt voordat ze er überhaupt achter komen dat de data al op straat ligt. Oké, nou, jullie brengen dat naar eigen zeggen terug tot 50 milliseconden. Ja. Dat is me nogal een claim. Real time. Jullie maken de software die het bedrijven mogelijk maakt hun applicaties en netwerken beter te beveiligen. Kun je dan uitleggen wat jullie doen, wat dat zo bijzonder maakt, dat jullie dat met zo'n enorme tijd kunnen terugbrengen? Wat doen jullie dan anders dan de gebruikelijke beveiligingssoftware, firewalls, allemaal die dingen die we allemaal kennen? Klopt, het gaat echt op applicatie security, dus om je websites, je web apps en alles wat met applicaties en API's communiceert. En wat je eigenlijk ziet, is dat op dit moment kijken we of heel erg naar de netwerklaag, of we zetten een soort schil om die applicatie heen. En die schil die moet al zijn best doen om te begrijpen hoe die applicatie aangevallen wordt. Nou, die moet zijn best doen. En dat betekent dat ik als hacker dat vind dat interessant. Want dat betekent als dat zijn best moet doen, als hij een beetje moet gokken, dan is er een kans voor mij om daar doorheen te komen. En dat is het grootste verschil wat wij hebben gedaan met Bitsensor. Is wij zijn in de applicatie zelf gaan zitten. We kijken in real time welke data de applicatie binnenkomt. Hoe die applicatie zelf reageert op die aanvallen. Hoe alles om die applicatie heen reageert op aanvallen. Dus bijvoorbeeld de database waar je data in zit. Of het operating system waar die applicatie op draait. Of andere libraries of componenten die in die applicatie worden gebruikt. En op die manier brengen we als radarsysteem in real time in kaart waar die aanvaller zijn aanval aan het beginnen is. En op het moment dat hij zijn aanvallen begint, zetten wij eigenlijk de DVR-recorder aan. En kijken wij hoe die aanvallen door die applicatie heen loopt. Telkens op zoek naar kwetsbaarheden die in die applicatie zitten. En als wij met die DVR kijken en op een gegeven moment dan zeggen wij, oké, die hacker die is op dit moment echt een risico voor die applicatie. Die gaat nu waarschijnlijk een aanval doen waarmee die data uit die applicatie gaat halen, gaan we blokkeren. En op dat moment weten we exact wie die is. Dus we weten waar die vandaan komt. Vaak weten ze ook zijn gebruikersnaam. We weten heel goed wat de identiteit van die aanvaller is. Tegelijkertijd weet hij exact wat die aanvaller wil. Ja, dat klinkt allemaal ontzettend logisch. Maar waarom bestaat dat dan niet al lang? Waarom zijn jullie je eigen claim, hè? De eerste die dit zo doen? Wel, ik ben begonnen als ethisch hacker toen ik 9 was. Ja, toen je 9 was? Ja, programmeur. Nou, toen noemde je het nog niet ethisch hacker. Ik ben ethisch hacker. Hoe zei je dat? Ik ben ethisch hacker. Ik ben ethisch hacker. Nee, klopt. Nee, ik programmeer sinds ik 9 ben. En toen was de eerste responsible disclosure gedaan. En toen begon in Nederland, dus ik zat op de middelbare school en we hadden toen, wat ik was eerst developer en we hadden eerst, wat toen was het internet nog iets, zat iets anders in elkaar. Hij had heel veel desktop apps, dus ik schreef die desktop applicaties en toen kwam internet best geschoten. Ik kwam op de middelbare school, alles was web apps en dus mijn rooster was een web app en cijfersystemen, was allemaal web applicaties. En jij dacht, ik heb liever het eerste uur vrij, laat ik eens kijken of ik dat kan veranderen. Ik dacht wat programmeren is eigenlijk een soort Lego box, want je kan, maar de Lego-box is onbeperkt, dus je hebt oneindig veel stenen om mee te werken en dat was vond ik super cool. En toen kwam, ik had al wat geprogrammeerd en toen kwam security, dacht ik, dat is wel interessant, dat is ook heel erg complex om te doen. En toen, nou goed, ik ben op mijn school, er waren abundance of webapplicaties om te testen. Dus, om te hacken bedoel je? En tijd vrij om te hacken, om te zien hoe werkt dat en hoe werkt security daarin? Hoe hebben die programmeurs nagedacht over security? Want ik was ook een programmeur, dus ik wist hoe een developer ongeveer nadacht. Ik was, hebben ze dan hierover nagedacht? En dan, als dit samenvalt, kunnen we dan hier iets manipuleren om dan uiteindelijk het doel te bereiken om, weet ik veel, een leraar een e-mail te sturen en als hij die e-mail opent dat ik controle heb over zijn account. Ja. En dat ging blijkbaar toch wel vrij eenvoudig. En dus vanaf de middelbare school liet ik dan mijn afdelingsleider dat bedrijf bellen.
Want ja, ik was natuurlijk een gastje van 14, 15, weet je wel. Niemand neemt dat serieus. Weet je, ik had opbellen, hé, ik heb de applicatie gek. Dus de afdeling zei, die belde dan. Zei, jullie hebben een klein beetje een probleem. Want dus ik heb hier een scholier en ja, die breekt zo overal in. En die stuurt een e-mail en die heeft, zit nu in het cijfersysteem bij wijze van spreken. Moet je niet even met die gast gaan praten? En dan werd ik gebeld van, we horen iets. Kun je ons even helpen? Kun je ons helpen? En dan zat ik daar als gast van 15, met gast van 30, die studie af hadden gemaakt. Hun te vertellen van, dit is wat je verkeerd doet en dit is hoe hij het moet fixen. En dit is hoe ik dat heb gedaan. En die gast van, wow, weet je, wat is dit voor gast? Dus en, zo is het begonnen. Zo is het begonnen en dat is eigenlijk doorgeëvolueerd door de middelbare school naar nederlandersvoormarktplaatsen.nl, securityadvies gedaan. Andere partijen, namen noemen ze altijd wat moeilijk. Toen in de US gekeken naar de grootste platforms, dus LinkedIn, eBay, Indiegogo, Kickstarter. Echt de top platforms met top talent die ze bezig zijn met security. Geld speelt geen rol. En alsnog was ik de gast die hun opbelde en hun zei van, je hebt de vulnerability in je applicatie. Weet je wel dat ik op die manier een miljoen over kan maken naar mijn eigen bankrekening? Ja. En dus toen was ik vooral bezig met hacken. En toen kwam Van Dan, was de head of security van Indiegogo. En je moet je voorstellen, Indiegogo is een platform voor crowdfunding, grootste platform wereldwijd. Ja, security, gigantisch belangrijk. Vertrouwen is mega belangrijk. En wel, ik vond hacken gewoon cool. Ik doe het als hobby. En weet je wel, ik ga s'avonds 2 uur kijken. Hey, hoe hebben ze die software geschreven? En dan vind ik iets cools, wat uniek is. En dat geeft mij dan een kick. En dan... Ik stuurde dus een e-mail van, hey, we moeten een call opzetten, want je hebt de vulnerability in je platform. En Dan, de head of security, reageerde en hij was echt bang. Hij was echt bang. Hij wist niet wie ik was. Hij wist niet wat ik kon. Hij wist niet of ik geld al over had gemaakt. Hij wist niet of zijn bedrijf überhaupt morgen nog bestond als het geld er niet was. Of dat de reputatieschade voor kan komen. En ik was eigenlijk de gast die hij niet kende, die dat hele controle van het bedrijf in één keer in handen had. En met Dan hebben we heel veel stappen gezet om hun security level groter te krijgen. Maar ze hadden al heel veel. Ze hadden eigenlijk alles wat gaat om firewalls, je virusscanning, zeg maar, alles stond er al in place. Ja, dat was ook gewoon goed. Daar kon je niks van zeggen. Het was goed. De gasten die er waren, was toptalent. Silicon Valley, toptalent. LinkedIn, toptalent, heeft over ons geblogd hoe we hun gehackt hebben. Ja. En, maar goed, Dan die vraagt mij, Ruben, wat moet ik nou doen om te zorgen dat jij mij niet meer opbelt? Wat moet ik doen om mijn bedrijf secure te maken? En ik was, wel, je hebt het beste wat er is. Ik heb geen idee. Wel, ja, en was dat voor jou de trigger? Want dat was eigenlijk mijn vraag. Hè? Wat, ja. Van als jullie nu zo'n uniek nieuwe approach hebben bedacht, nieuwe benadering om dingen veilig te maken, waarom bestaat dat dan niet al lang? Ja, toen was zijn dit we het moment nadenken. Dat jij ging nadenken, hé, ja, verrek, dit is wel een probleem. Ja, precies. Want er is best wel veel, er zijn veel oplossingen op de markt. Veel oplossingen worden echt vanuit marketing verkocht. Dus we noemen het wel eens de aspirine van security. Het voelt heel goed om te kopen. Maar het helpt uiteindelijk, het helpt niet. Schijnveiligheid eigenlijk. Ja, het helpt wel voor een deel. En een deel van de aanvallen blokkeert het. Wat we zien is, uiteindelijk kom je er toch doorheen. Kijk naar het Verizon breach. Het duurt 8 maanden. Die bedrijven geven miljoenen uit aan security. De helft van de gevallen is een third party die opbelt. Die zegt, je data ligt op straat. Yahoo. Ik bedoel, ook niet de eerste de beste. En ik heb een probleem van een miljard. Ja. Onderzoek van de SEC. Ja, ja, dus high-tech bedrijven die dit probleem hebben. En op dat moment ben ik gaan kijken van, oké, hoe kunnen we security radicaal anders doen? Wat moeten we radicaal anders doen om te zorgen dat Dan precies weet hoe ik die applicatie aanviel, weet wie ik ben voordat ik hem bel en precies weet hoe hij zijn software op kan lossen. Op zo'n manier dat eigenlijk niet alleen Dan met een high-tech security team die problemen, security problemen op kan lossen en real-time kan monitoren, maar eigenlijk veel meer organisaties de eenvoud hebben om zo'n security tool goed te configureren. Goed, daar hebben jullie nu iets op bedacht. Hoe bescherm je dat dan? Want hier willen jullie nu je business van maken. Ik neem aan dat je daar heel zuinig op bent. Dat... Ja, we zijn er wel zuinig op, maar het is het grootste gedeelte van wat we doen is open source. Ja, toch? Ja, en dat komt omdat we natuurlijk zijn begonnen vanuit de passie om bedrijven te helpen met security. Omdat we zien dat het probleem zo gigantisch groot is. Want goed, jullie hebben sprekers over security, organiseren security conferentie. Ook overigens open source, believers. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. Het is echt in de core van de security community. Vond ik juist zo grappig dat dus heel vaak zo is. Ja, het zit in de core van de security community omdat...
we zien echt alleen de tip van de ijsberg. En misschien alleen het ijsklontje zelf. Als je kijkt, we hadden het over... Ja, dat is ook jouw overtuiging. Nou ja, dat is wat je ziet als hacker natuurlijk. Ik kan niet alle bedrijven noemen waar ik voor heb geadviseerd. En ik kan ook niet altijd de impact noemen van wat het probleem is als ik een bedrijf heb geadviseerd. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in het nieuws kijkt nu, 7 dagen voor de verkiezingen van Trump, CCTV's zijn gehackt. 3 dagen lang was het offline. Dat is het probleem. Als je kijkt naar... CCTV, dat waren die... Camera's die daar stonden. Zeven dagen voor de inauguratie van Trump. In de kieskantoren, in de stemlokalen. Ja, dus overal, ja, overal in de stad. En in één keer was het offline. We hadden de verkiezingen... waarbij de aanvallen waren uit Rusland die de verkiezingen hebben gemanipuleerd. We zien de gigantische boetes die de overheid nu zelfs oplegt tot 20 miljoen op het moment dat security niet goed geregeld is. We hebben de Yahoo breach, we hadden de VTech breach, wat een heel interessant is. We hebben Sony. We zien achter elkaar, in het nieuws zien we data breaches. Ja. Maar eigenlijk als je vraagt binnen de security community, de meeste breaches die vind je niet in het nieuws. Vorige week in Nederland nog, dat 70% van alle gemeentes is wel eens gehackt. En de helft wordt maar gemeld. En dat is dan nog van wat we zien, want dat is het tweede probleem. Daarom is dat open source. Jij zegt open source is ook zo belangrijk, want dan kunnen we van elkaar leren, kunnen we met z'n allen beter maken. Dat klopt. Ja, ik vind het belangrijk dat de programmatuur die wij schrijven, aan de ene kant moeten mensen kunnen controleren wat wij schrijven. En kunnen zien hoe ons product werkt. Dat er geen backdoors in zitten bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant willen we eigenlijk zorgen dat iedereen security kan doen. Zelfs als ze niet klant kunnen worden van ons. Dat ze wel de plugins kunnen installeren in hun applicatie. Om hun applicatie te kunnen monitoren. En dan is het open source. En heb je misschien wat minder support. Of je commit wat software terug. Hoe verdien je nou je geld als het open source? Wij vragen onze betalende klanten. Vragen we wel gewoon een fee. Ja, maar het is meer gebaseerd op uren of per applicatie. Nee, het is niet per uur. We willen wel de schaalbaarheid houden binnen ons bedrijf. We willen geen urenfabriek worden daarin. Dus wat wij doen is eigenlijk alles wat het makkelijk maakt. Onze data-analyse pipeline, die heel geavanceerd is. Dat gedeelte is nog wel closed source. En bouwen wij eigenlijk ons bedrijf omheen. Ja. En je hebt onlangs 4 ton volgens mij opgehaald. Klopt. 4 ton heeft bijna zichzelf opgehaald. Oké, okay, Belgische investeerder? Klopt, Volt Ventures. Oké, okay, ken ik niet. Wat doen ze verder? Voor ons was Volta Ventures een heel interessante club. We hadden, zeg maar, als het gaat om funding ophalen. Hiervoor hadden we de beste financier, dat was de Nederlandse staat. Want we waren student en we hebben studiefinanciering. Ja. En op studiefinanciering konden we de beste tijd volhouden. Nou, toen waren we natuurlijk door IBM in één keer verkozen tot top 10 bedrijf wereldwijd. 2 keer naar San Francisco gegaan en toen dacht ik, dat is wel interessant. Zeg maar, de rest van de wereld kijkt toch wel naar wat wij nu aan het doen zijn. Welke software wij nu aan het ontwikkelen zijn. En die kijken wel behoorlijk naar de resultaten van wat wij doen. En op een gegeven moment was het van, neemt de rest van de wereld ons niet serieuzer dan wij onszelf serieus nemen. En toen zijn we echt fulltime begonnen. En toen hadden we een aantal venture capital clubs of angels die naar ons toe kwamen van, wil je in geen kapitaal aannemen? Wil je het bedrijf niet wat sneller bouwen? Maar vaak niet met een security achtergrond. Ja. En nu die 4 ton, waar gaan jullie dat voor gebruiken? We willen het bedrijf uitbouwen en het verschil is vooral support. Dus eerst was het echt bootstrap door ons. En dan zit je echt heel erg op de uren. Gaan we een uur hierin steken, gaan we een uur daarin steken? Kunnen we daar wel support doen? Kunnen we die klant wel ondersteunen? Kunnen we dat wel aannemen? Nou, met die 4 ton kunnen we aan de ene kant de support heel gewoon goed uitbouwen. We hebben ook direct een data scientist aangenomen. Die kwam van de Nasdaq. Die heeft daar gekeken naar trading. Was het effectiever om de beurs of om zeg maar de wet te breken? Leverde dat meer op dan zeg maar gewoon de wet volgen en dan die opportunity niet te pakken in real time, gewoon zoveel de data. Real-time trading. Klopt, en in real-time trading heb je natuurlijk gewoon de beste mensen die competen tegen elkaar. Want als je slechter bent dan gemiddeld, dan verlies je geld. Dat is heel simpel. En dat soort gasten die kunnen nu bij ons werken, omdat we die 4 ton hebben. Oké, wat ik wel intrigerend vind van jullie product, maar dat snap ik nu jouw verhaal ook verteld heb. Jullie veel beveiligingsproducten claimen, dan ben je beschermd. Mm-hmm. Dat zeggen jullie niet eens. Vanuit jouw achtergrond. Jij zegt, je komt er heel snel achter dat je gek bent. Het gaat erom dat je weet wie je aanvalt. Nee, maar dat is wel een interessante benadering. Komt dat ook doordat jouw ervaring eigenlijk is als hacker zelf, dat eigenlijk in the end elk systeem te hacken is. En dat het er veel meer om gaat, zorg nou dat je dat real-time in de gaten hebt, zodat je direct maatregelen kunt nemen, al dan niet geautomatiseerd.
Dan dat je dat per se zou moeten willen voorkomen. Dat klopt. Dus de technologie waar ik altijd doorheen kwam, dat is een beetje een technische term, maar dat noemen we dan de Web Application Firewall. Mm-hmm. En dat klinkt wel heel stoer en dat klinkt als firewall. En weet je, een firewall stopt aanvallen. Ja. Maar en die kijkt echt maar naar de traffic. Dus ik zit op Indiegogo, ik voer een aanval uit en die Web Application Firewall die gaat kijken, oké, hoe zit die aanval in elkaar? Kan ik die doorlaten of niet doorlaten? Maar die Web Application Firewall heeft geen geheugen. Dus wat ik doe is, altijd als ik geblokkeerd word, leer ik daar een beetje van als hacker. En dan gebruik ik dat om mijn volgende aanval een stukje beter te maken, net zolang dat ik er doorheen ben. Ja. Nou, die defender van die Web Application Firewall, zeg maar typisch IBM, weet je wel, de trage bedrijven, zeggen, nou kijk, hier heeft hij geblokkeerd, daar heeft hij geblokkeerd, wij blokkeren naar 90%, naar 95%, ja. Whatever. Maar uiteindelijk, het gaat om die laatste 5%, want uiteindelijk, als het 95% is, dan vind ik toch wel een vulnerability. Ja, en als je er dan eenmaal doorheen bent. En dan kom ik er toch doorheen. En dan stopt alle monitoring. En dan gaat de blinddoek om. En dan kan ik doen wat ik wil. Dan ben ik niet bekend. En dan kan ik die applicatie. En dat is fundamenteel anders in jullie. Dat is, wij bouwen veel meer een radar systeem. Dus wij pluggen wat in. Wat ik ook intrigerend vond, is dat je zegt dat jullie eigenlijk door wat jullie gebouwd hebben, de potentiële hacker ook monitoren en profilen. Dus jullie weten precies wat voor software een hacker gebruikt. Misschien heb je wel IP-adressen of ranges waarvan je denkt, die zijn scoren gemiddeld hoger. Kun je daar eens iets over vertellen, van hoe je dat eigenlijk aan het profilen bent? Ja, precies. Wij geloven echt dat je een radarsysteem moet hebben. Dus stel, je hebt nu de livestream en er is een hacker ergens. Die zegt, weet je wel, een cool verhaal, maar ik wil kijken of ik die livestream kan hacken. Ja, gewoon voor de lol. Nou, gewoon voor de lol. Nou, dat wil je natuurlijk weten. Okay, zou ik ook hartstikke leuk vinden. Ja. Het gebeurt nu, nee. Alex is nu thuis. Ping. Nee, dat... Volgende week zendt hij zijn eigen interview nog een keer uit. Jullie moeten een keer in Eindhoven komen, daar, want er zijn best wel veel bedrijven daar ook bezig. Ja, we zijn ook wel eens geweest, maar dat moeten we nog een keer doen dan. Zeker, we denken dat Eindhoven wel het nieuwe centrum kan worden als het gaat om security. Nog beter dan Delft? Nog beter. Je hebt in Den Haag de Security Delta. Ja, de Haag Security Delta. Maar als je kijkt naar bedrijven, we hebben mijn external advisor, die heeft Security Matters, doet Industrial Control System Security, dus dat is voor treinen, energie, kerncentrales. Wij zijn natuurlijk applicatie security en wij zijn echt een bedrijf in Nederland die echt de toon zet. En we hadden het over het profilen trouwens. Van het profilen, wat wij denken is, het is veel interessanter om te weten wat die aanvaller wil doen. Het is heel interessant, want je moet weten wat hij uiteindelijk wil. Dus stel je ziet een aanvaller op jullie livestream. Nou, wil hij die livestream offline halen of wil hij zelf zijn eigen livestream injecteren? Best wel relevant om te weten. Ja. Dan wil je eigenlijk ook weten, wie is diegene dan? Ja. Want waar wij nu tegenover zitten, want ze weten precies wie jullie zijn, maar weten jullie ook wie de hackers zijn. Dat is belangrijk om te weten, want dat betekent dat als je weet wie die aanval is, dat betekent dat je hem ook kan blokkeren. En vervolgens kijk je als een radarsysteem welke aanvallen die specifiek aan het uitvoeren is. En op dat moment laat je die aanvaller eigenlijk jou helpen, jouw verdediging beter te krijgen. Want je ziet precies die aanvallen die je uitvoert, daar kun je best wel veel van leren. Ja, dat is eigenlijk de strategie die jij als hacker gebruikt, die heb je nu in je systeem gebouwd om als beveiliging te leren van wat de hackers doen. Klopt. Ja. En is het dan bijvoorbeeld ook zo dat als je met een bepaald softwarepakket een applicatie benadert, dat je dan eigenlijk al gelijk weet, dat is een hacker, want dat gebruikt een normaal mens niet? Ja, dat zien we ook wel. Dus we zien bepaalde standaard softwarepakketten, de scriptkiddie, zeg maar, die draaien er of de shelf tool downloads van internet en dan draaien ze tegen je applicatie. En dan weet je eigenlijk genoeg. Ja, dan weet je wie zo iemand is en wat zijn technische level is en hoe je daarop reageert. Ja. Hey, maar het is altijd een kat-en-muisspel geweest, hè? Dus het is ook een continue ontwikkeling, deze hele wereld. Hoe, zeg maar, zoals je het uitlegt en je probeert het natuurlijk begrijpelijk te maken voor mensen zoals ik. Ja. Ja, dan klinkt het bijna alsof het een handmatig ding is. Maar dat is het belangrijkste stuk, neem ik aan, daarvan is ook geautomatiseerd. Ook neem ik aan dat jullie daar ook artificial intelligence in hebben zitten, zelflerende systemen. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Nou, binnen security is super belangrijk, want die hackers, zoals ik, wat ik deed, zeg maar, die wereldwijd zitten, die veranderen continu van aanvalstrategie, die veranderen continu van, zeg maar, payloads, de manieren hoe we die applicatie aanvallen. Dus aan de ene kant kijken we bij onze klanten real-time mee welke aanvallen daar binnenkomen, waar we weer van kunnen leren en onze andere klanten weer kunnen verdedigen. Aan de andere kant, zelf als hacker breng je natuurlijk veel kennis mee binnen die applicatie, maar het gaat erom dat je continu leert wat op dit moment die aanvallen zijn. Ook, zeg maar, je ziet misschien de eerste 10 aanvallen van een hacker, misschien de 11e aanval zie je misschien niet meer, maar omdat je precies weet wie die aanvaller is, kun je die 11e aanval ook analyseren.
En je had het over het handmatige. Op dit moment is het meeste binnenscheurtje is wel nog handmatig. Dus wat wij met Vamp hadden gedaan, is de andere gast die een keer hier in de studio is geweest met Olaf. Ja. Dan kijk je eigenlijk veel meer naar continu software development. Dus wat je nu heel erg ziet is binnen organisaties, die bouwen een stukje software. En dan moet het 2 weken, 2 maanden wachten voordat het in productie kan. Omdat het security team moet testen of die security voldoende is om live te gaan. En zelfs als het security team getest heeft, zitten er vaak nog steeds kwetsbaarheden in die software. Want anders was het probleem opgelost. Zelfs handmatige mensen missen wel eens iets, tools missen wel eens iets. En wat we met Vamp hebben gedaan, is eigenlijk je kan real-time software live zetten. Dus je kan gewoon continu updates sturen. En op het moment dat wij een aanval zien, weten wie die aanvaller is. Zetten we die aanval in de sandbox-omgeving. Ja. Halen we een stukje data uit. Kan die lekker zijn gang gaan. Hij gaat helemaal zijn gang. Ja. We zien precies welke aanvalsmethode die uitvoert, wat zijn payloads zijn. Misschien zien we wel een Zero Day voorbij komen. Want die aanvallers zien nog steeds dezelfde, ongeveer dezelfde applicatie. Die applicatie kan bijvoorbeeld secure zijn, dus die kan wel een keer geaudit zijn. En je logt gewoon je doet gewoon continu monitoring in wat die hacker en doet. En daar leer je ontzettend veel van. En ja, dan kijk je naar hem en dan heb je het spelletje eigenlijk gewoon helemaal omgedraaid. Nu laat je die hacker lekker zijn gang gaan. Je bekijkt hem eens even in plaats van dat die hacker jou... Het klinkt alsof je er nog een hoop lol in hebt. Ja, dat spelletje. Ja, dat wel. Want we hebben hack niet op Bitsensor, dat IO, bitcoins zitten daarin. Ja. En de laatste hacker die dat heeft aangevallen, hebben we op LinkedIn een berichtje gestuurd van hey, cool dat je dit gedaan hebt, maar de aanvalstechnieken die je daar gebruikt hebt, nou, dat is dan een beetje wel achterhaald. Misschien moet je een keer iets anders proberen. En dus op LinkedIn hebben we gewoon een report gestuurd van zijn aanval. Ja? Ja. Hey, dat is allemaal heel specialistisch werk. Als jij nou vanuit jouw ervaring en je begon net zelf al even over de actualiteit en wat weet je, het hacken van die computers van de Democratische Partij, vermoedens dat weer Russen zijn. Er wordt nu ook gespeculeerd over Nederland, weet je, hoe veilig zijn eigenlijk onze systemen. Als jij dan daarnaar kijkt, maak je dan eigenlijk zorgen over de veiligheid van de politiek, van de verkiezingen, van belangrijke democratische instituties? Ja, zeker nu met de verkiezingen is het heel high profile. Aan de andere kant denk je ook, op het moment dat een specialist, een hacker met een motivatie een andere organisatie aan wil vallen, neem een bank bijvoorbeeld. Nou, misschien lukt het binnen een aantal uur. Als het gaat om IoT, we organiseren voor GoTo. Ja, maar een bank denk je, oké, dat is geld en dan weet je, dat lossen ze maar op. Maar aan de andere kant, stel je zit in een conflict situatie met een ander land. En je wil de bevolking, je wil eigenlijk dat land disrupten, zeg maar. Oké, je hele infrastructuur is op dit moment digitaal. En niet alleen digitaal, er zit ook een behoorlijke fysieke component aan met internet. Maar bijvoorbeeld vanuit jouw expertise, de discussie ging in Amerika heel erg over, zijn dit nou Russen geweest of niet? Kun jij Russen herkennen? Dat is een interessante vraag, want het probleem is, omdat het digitaal is, is het makkelijk om bepaalde sporen ook te veranderen. Dus om te zeggen, het zijn de Russen, dat is een beetje raar. Waar zou je ze aan kunnen herkennen? Wat over het algemeen gebruikt wordt, zijn IP-adressen. Maar dat is direct het probleem, want een IP-adres is heel makkelijk te veranderen. Ja. En traditionele security tooling kijkt vaak ook alleen naar IP-adressen. Wij kijken breder dan dat. Dus maar ik las ook dingen online van dat Russische hackers die werken van 9 tot 5. Die weten werken van 9 tot 5, dus... Precies, weet je wel. Natuurlijk komt er niet in niemand voor om het even te switchen. Ja, en ook taalinjecties, specifieke manieren van programmeren. Vaak kunnen we wel bepaalde. Er zijn wel bepaalde eigenschappen aan een groep vaak. Wij kunnen vaak ook vrij goed een entiteit. Wij kijken niet alleen naar IP-adressen, maar vaak naar een entiteit van tools, aanvalstechnieken, IP-adressen, alles wat erbij komt. Dus bijvoorbeeld, je hebt het Tor-netwerk, kun je heel makkelijk uit een andere locatie komen, anoniem internetten. Nou, wij zien ook aanvallen door het Tor-netwerk. Dat weet ik zelf, ja, nou, dat is super simpel om op te zetten. Ja. Helemaal voor een hacker. En door het Tor-netwerk, je IP-adres verandert continu. Je valt aan van een andere geografische locatie. Wat de truc is om zoveel mogelijk data te verzinnen dat je, of te vinden, op te slaan, is dat je verder kan kijken dan alleen het IP-adres, maar dat je echt achter die identiteit kan komen. En dat is wat wij ook radicaal anders doen. Ja, ja, maar goed, die zorg, jij zegt het is een moeilijk attributie. Als je nou gevraagd zou worden door de regering of door de partijen van help ons, bescherm ons, wat moeten mensen doen? Want eigenlijk, als ik jou zo hoor praten, denk ik, alles is gewoon te hacken. Klopt. Als je er maar genoeg geld en tijd tegenaan gooit. Ja, dat is over het algemene consensus.
Dat is over algemene consensus. Ja. Dus vandaar dat wij vanuit Bitsensor natuurlijk, omdat wij dat opgericht hebben, maar dat is over het algemeen een van de beste manieren. Zorg dat je continu logging hebt op een level dat je altijd terug kan kijken. Want de aanvalsmanieren veranderen. Je wil altijd terug kunnen kijken in het verleden. Hoe zijn wij aangevallen? Wat is er specifiek gebeurd? Nou, zelfs die logging op dit moment mist vaak nog. En dat is een soort cowboyland waar we in leven. Ja. En dan zie je ook de overheid met het meldplicht datalekken, GDPR, die zegt, hey, minimaal moet je logs opslaan. Ja. Dat is minimum vereisen. Ja. Plus, je moet het binnen 72 uur melden. Hey, maar heb jij niet ooit wel eens een keer gedacht, als je nou toch bezig was met die Indiegogo, weet je wel, ja... Ik bedoel, ik hoef niet die hele bankrekening van ze leeg te plunderen, weet je wel, een klein beetje kan toch wel? Ben je ooit wel eens in de verleiding gekomen? Als bij de financieringstolder gaat, moet je dat niet op die manier financieren. Maar dat is, ja, dus het gaat ons om de challenge. Van hoe kun je technisch nou iets zo cools bouwen dat jij binnen een aantal uur die applicatie hebt. Het is ook de lol, denk ik. Want het is de lol, het is gaat niet om het geld. Die dan de KLM ooit eens gehackt had en dan... vliegtuig had volgeboekt met allemaal dieren. Ja. En dan, weet je wel... dat soort dingen zou jij ook gedaan hebben als gewoon... Nou, hij heeft te veel impact. Dat zou ik niet doen. Nee? Nee, ik ben daar... zeg maar, als je kijkt naar de Nederlandse wet daarin... en responsible disclosure daarin... Je mag dus hacken. Je mag bewijzen dat iets insecure is... om die organisatie te helpen. Dat is ook wat ik doe. Dan heb je die technische kick wel. Maar je mag niet verder gaan dan dat. En ik denk dat een prima maatstaf is. Op dat moment even KLM kosten erbij. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wie de verantwoordelijkheid daarover heeft. Ja, natuurlijk is het insecure. Waarschijnlijk kon je het gewoon op een misschien minder coole manier, maar wel meer responsible manier ook melden. Ja, Camille was net hier te gast. Camille Verschoor. Zij zegt van, is social engineering, vaak is social engineering ook een probleem toch? Mm-hmm. Want heel vaak zijn de mensen nog steeds de zwakke schakel. Ja, klopt. Mensen zijn de zwakke schakel in. En is daar nog, ja, wat weet je, de, is dat een gegeven of kunnen we daar, zijn daar nog tips of... Wat wij bijvoorbeeld doen binnen ons bedrijf is bijvoorbeeld two-factor authenticatie aanzetten. Dus stel je wil inloggen op je mail of op je codebase, moet je ook je mobiel erbij hebben waar je op dat moment live zegt, oké, dit is echt code, mij, vul ik code in en ik geef toestemming. Dat is best een effectieve manier. Maar social engineering blijft een probleem en er zijn ook wel weer manieren om dat op te lossen. Maar daar zijn wij niet mee bezig. Nee. Tot slot, wat mij betreft, misschien Erwin heeft vast nog 10 vragen. Maar, je zei, je hebt 4 ton nu opgehaald. Daarvan willen jullie met name service verbeteren, support en je hebt een data-analyst aangenomen. Waar staan jullie over een jaar? Want ik neem aan dat dit is een schaalbaar product. Ja, dit is wereldwijd. Ja. Ja, en dat zien wij ook wel. Wat is jullie ambitie? Wat is je target? Nou, precies dat is onze ambitie. Dus we hebben wel gezegd, we gaan dit jaar blijven nog in Nederland. We hebben best wel wat pool van organisaties die met ons wereldwijd nu willen schalen. Ja, veel belangstelling? Ja, gigantisch veel. Eigenlijk wil iedereen altijd sneller dan ons. Dat zagen we bij de financieringsronde ook. Nou, die heeft zich in 3 weken opgehaald. Ja. We waren niet op zoek naar geld, maar het was wel heel interessant om te doen. Want we konden wel echt beter bouwen. Hetzelfde zien we met onze klanten en onze resellers op dit moment. Die zeggen, ja, ik heb wereldwijd klanten. Die zitten allemaal met dit probleem. We hebben wereldwijd demo aanvragen op dit moment. We hebben wel gezegd, oké, klanten wereldwijd kunnen we wel doen. Want software is schaalbaar. We hoeven niet een kantoor te hebben nu al wereldwijd. Maar we willen wel eerst de organisatie iets, nou niet rustig, maar stabiel uitbouwen. Mensen neerzetten, vooral de support goed kunnen regelen. En op dat moment kunnen wij met partners wel naar de Verenigde Staten. Kunnen wij Duitsland, de UK, België, in Europa het bedrijf gaan uitbouwen. Want de software is schaalbaar, maar we willen ook dat de organisatie daarachter gewoon goed staat. En dat kun je met geld doen. En nog over de 4 ton die we op hadden gehaald. Dat was vooral omdat ze technisch super capabele venture capitalists waren. Dus we hebben een ex-vice president van Palo Alto, een van de grootste security bedrijven. Die hebben we gewoon nu aan boord. Ja. En hebben jullie... op de een of andere manier heb ik het gevoel dat de laatste tijd juist wat vaker mensen spreken die dingen doen waarvan je eerder gezegd zou hebben, moet je niet eigenlijk gewoon vanuit Amerika opereren om dit te doen? Jij hebt er ook bewust voor gekozen om... Klopt, dat is ook wel bewust. We waren door IBM verkozen tot top 10 startup wereldwijd. Toen zijn we eigenlijk anderhalve maand naar San Francisco geweest.
veel met venture capital gesproken, kwam ook naar ons toe van wil je niet zeg maar met 500.000 hier in de US Dat eisen ze meestal wel daar, hè? Ja, want we moesten natuurlijk wel daar zitten. Ze gaan niet in Eindhoven investeren, nee, zeg maar. Want als het nu vlucht, 500.000, dat zou niet gaan. Nee. We zouden daar ook echt een goed bedrijf kunnen bouwen, maar we waren toen in Nederland al met klanten bezig. En toen moesten we eigenlijk kiezen, gaan we hier zonder support een bedrijf bouwen of in Nederland met proof of concepts. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan het eerst gewoon in Nederland doen en dan gaan we wel naar de US. Het is hetzelfde probleem, security probleem blijft. Ja. Hey Stekker, jij maakt je ontzettend zorgen voor deze uitzending. Jij zegt, want ik snap hier eigenlijk helemaal niks van. Hoe ben je er doorheen gekomen? Ja, ik ben echt heel aangenaam verrast. Nee, kijk, het is toch altijd een beetje met dit soort dingen. Dit is een ongelooflijk technisch onderwerp. Soms hebben wij mensen aan tafel die wel heel goed kunnen uitleggen in vaktermen wat jullie dan precies doen in die applicaties. Want, maar weet je, op dit moment begrijp ik er niet veel meer van dan dat jullie geen firewall bouwen, maar in die applicatie gaan zitten met code om het te monitoren. Maar ik was een beetje bang dat we dat helemaal uitgelegd zouden krijgen en dan had ik het niet begrepen. We kunnen wel over inverted indexes en doen we later met een beetje alles hebben. Nee, maar ik vind dat het een heel mooi verhaal is. Eigenlijk. Ja, nee, fantastisch. Ja, super. Super enthousiast. Dank je. Dus, ja, ethische hacker van, hoe oud was je ook weer? 9. Ja. Hey, prachtig verhaal. Heel interessant. Super, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken, zoals altijd, Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Streamzilla uit Groningen, die voor de livestream zorgt. 2ML, die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. En natuurlijk Bier & Co. voor de biertjes. Ik had nu een lekkere pale ale van Sierra Nevada. Zeker, Jupiler. Altijd lekkere Jupiler. Nou, dat is ook belangrijk. Ja. Tot volgende week. Dag. Dankjewel. Dank jullie. Dat vinden jullie.